Hey mensen, superof dat jullie kijken naar weer het gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben of Ruben Gaming en dit is alweer aflevering 8 van de Discord Reviews. Dit keer review ik de Discord server van Noord-Utrecht. Ik ben hier zelf ook head developer en staf. Ik zal hem even online zetten en dan laat ik ook zien dat ik dat ben. Ik ben hoofdadministrator, support team, developer en head developer. En ben staf bij de koninklijke manager CSL. Ik zal hem weer even offline zetten, want anders krijg ik heel veel DM's. Steeds binnen. Dit keer review ik de Discord van Noord-Utrecht in ieder geval. Zoals ik al zei, ik ben staf hier. Ik laat dus niet de stafkanalen zien, want ik mag geen stafzaak leaken of iets dergelijks. Om te beginnen met het aankondigingskanaal ziet dat er op zich nog wel netjes uit. Er wordt niet heel veel in gepraat, dus het is wel heel erg overzichtelijk allemaal. Dus dat scheelt wel weer dat er niet zomaar iets wordt gezegd. Zoals de partnerschappen worden hier wel in uitgelegd. Dat kunnen ze denk ik beter in ander kanaal bijvoorbeeld in informatie zetten voor mensen die dat nodig hebben. En daar geen regels in zetten. Maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon mijn mening. Dus misschien dat ze dat kunnen veranderen. Hier bij de sneak peek zijn ze verwijderd. Ik weet niet waarom dat zo is. Maar ze zijn verwijderd. Even kijken hoor. Alle sneak peek. Blijkbaar wordt het gebruikt. Dus daarom is dat verwijderd, helaas, dus dat is ook wel jammer, dat is ook wat hier stond, een Dutch Vibe beer gebruikt hier. De informatie, alle Discord en regels staan er. Ik ga die bericht even verwijderen snel ondertussen, dat ziet er een beetje onoverzichtelijk uit. Hier gewoon de informatie over de Discord en de game, en wat regels, dus dat is ook wel chill. Het trainingenkanaal, hier worden trainingen ingepland. Die worden nog niet gegeven omdat we nog druk bezig zijn met V2. Wanneer deze af is, gaat die ook open en worden trainingen ook gegeven. En hier bij de partnerschappen, krijg je een partner aanvragen, zoals ook stond in het bericht hier in announcements. Hier bij de chat ga ik ook even kijken hoe actief dit server precies is. Het is nu 20 oktober, 20 oktober. Hoe is het? 20 november, toch? Of is het oktober? Ja, 20 november. Holy shit. 3:30 in de middag. Voor het laatst is hier getypt 1:15. Dus de server is nog niet heel erg actief met qua chat. Ik ga even verder kijken. Hier naar boven scroll gewoon hoeveel er gechat wordt op een dag. Niet heel veel nog. Hier wordt ook niet heel veel gechat. Ja, alleen in de ochtend maar een beetje. En hier bij de comments ook alleen in de ochtend. Dus het is niet nog een hele actieve server. Ik weet ook niet zeker hoeveel leden ze precies hebben. Ik zal eens kijken. 152. Dat valt dan nog mee. Dus dat maakt dan niet echt uit. Maar ik hoop dat jullie ook zeker de server gaan joinen. En proberen deze server ook actief te maken. Want ja, dat is wel wat ik met Ruben Gaming probeer te doen. Servers gewoon omhoog proberen te halen. Hier in het Burk-kanaal kan je Burk achterlaten. En hier in het suggestiekanaal kan je gewoon suggesties achterlaten. Ik vind naar mijn mening gewoon de server best netjes eruit zien. Er zijn niet echt fouten of zo gemaakt. Ik vind het wel nice op zich. Hier bij Max 2, 3 en 4 is het denk ik wel overzichtelijker om gewoon privé 1, 2, 3 en 4 te maken. Maar wel gewoon dezelfde. Hetzelfde gebruikerslimiet, maar dan wel de naam veranderen. Want ik vind Max 2, 3 en 4 maar een beetje rare namen. Dus dat is alleen een beetje wat ik vind van dat ze dat kunnen veranderen. Voor de rest heb ik geen tips of tops meer. Ik hoop dat jullie ook deze video leuk vonden. Ik zou zeggen, join ook de Discord van Noord-Utrecht. Het link is al bovenaan in de beschrijving staan. Join ook zeker de Discord van Ruben Gaming. En wil je nou dat ik de volgende keer de Discord server van jou review? Laat dan even achter in de Discord server van Ruben Gaming. Zeker nog een blauw duimpje omhoog als je hebt genoten van deze video. Abonneer ook zeker op mijn kanaal en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Laters.